De ambitie wordt niet zo hoog gesteld. Vorig jaar heb ik een beetje pech gehad door het feit dat ik ook in een bocht wat een probleem met de remmen. Mijn ambitie dit jaar, ja, aankomen, dat is één. En als we het ambitieus stellen, zo bij de eerste 20 misschien. Ja, ik houd vasthouden. Ik geniet wel van een redelijke goede gezondheid. Dus ik ben eigenlijk altijd voor mezelf altijd heel sportief geweest. Dus. Maar ik hoor wel dat nu toch wel redelijk zwaar gaat zijn. Want men spreekt, als je de rustdag, of dat wordt al geschreven, als je de rustdag haalt, dus dat er dan toch al heel wat bewondering is. Dus we zijn benieuwd wat dat gaat geven. Dus, nee, ik heb eigenlijk niet last. En ik moet eerlijk zeggen, de Dakar, ja, waarom? Je vertrekt en dan moet ik wel zeggen, ik denk dan eigenlijk quasi niet aan de thuisvorm. Je zit zo gestresseerd, je zit zo gefocust op de ritten die je aan het doen bent op het moment zelf. Dus, want het is 7, 8, 900 kilometer door het veld, door de bergen, door de duinen, door van alles en nog wat wereldomstandigheden. En ja, je hebt geen tijd om, je zit gewoon leeg. Als je terugkomt, dan is het hoofdje leeg. We rijden met MAN, ons huismerk zal ik maar zeggen, dus van de firma. En dat is een type TGA en we hebben ongeveer 700 pk. We moeten met een verjaardag dan nog vieren. Ik verjaar dan ook nog de 31 december, dus het is een 7 en een 3 dus.